toch op mijn kanaal. Ik ben hier samen met Emiel en Daniel. Met stiefbroertjes, ja. Stiefbroertjes vind ik als stom kijken. Dat zijn geen broertjes. Toch niet? Ja. Ik zit net vergeten, we hebben hier ooit een keer een video gemaakt. En een heel dom video met een plant. Dat deden we net als het een oerwoud was of zo. En dat deden we net als de plant die zit vallen. Ik weet niet of je het nog hebt. Het werd de best of. De best of had ik bestaan. Echt? Ja. Ik wil bijna op de bel drukken om de open te doen. Maar ik moet gewoon deze gebruiken. We zijn er alweer bij mijn oma. Oma weer. Van de oma van hun eigen dus. En anders is dit zo'n soort, hoe zeg je dat? Computer en zo en al dat ding. Mooie bibliotheek. Is natuurlijk ook. En hoe stoel zit het? Zo. Kijk. We zijn nu in BP. Waar zijn we eigenlijk dan? Nog BP. Oh, ik heb net terug. Oké, we zijn er nog dichterbij. Wow. We lopen hier gewoon automatisch heen. Want er komt namelijk wat hier om de hoek. Hele mooie tv, hè? Een EVC, hele goede tv, heel groot. Wel 80 inch. Ja, hier hebben we de vorige keer de video opgenomen trouwens, zie je? Wat zie je? Maar die video is niet gelukt, anders hadden jullie het wel gezien. Want Daniel, de draad is te zacht. Dat is echt waar. Die worden, wow, dikke echo hier, hè? Echo! En jij dat? Wow, mooi. Vorige keer heb ik nog foto's gemaakt van. En dus waren die dingen nog niet. Kijk hoe mooi. Anders, dat is ook een andere plant. Zijn jullie twee weken geleden nog geweest? Pompoenen. En nu zijn het pompoenen, ja, klopt. Hoppa, hè? De kinderhoek, speciaal voor de jonge kijkers. Nou, dan zie je nog wel wat. En we gaan weer tv kijken. Zo, lopende flat ook, hè. Wat vind je van het programma wat jij aan het kijken bent? Leuk. Wat vind je van het programma wat jij aan het kijken bent? Niet leuk. Oké. Wat zei je? Nu ben ik er heel aan het kijken. Oké. Daniel, hallo. Leefmuziek. Een keer proberen, echt waar. We gaan even een SOS toekomst naar 7888. Ja, dat gaan we nu doen. Ja, ik ga het gewoon nu doen. We lopen alweer tegen het eind. Ik heb nog steeds niks binnengekregen van... Ik snap er niks van. Jullie lachen maar. Jullie lachen maar. No. Het is nu alweer 20 voor 2 als het goed is. Maar we lopen gewoon in de trek. Ik denk als we nu terug gaan naar onze oma. Op de tweede verdieping. En dan zie ik je straks weer. En dan gaan we naar huis. Waarom zie je al die lichtjes? Ja, fuck it, heel wijd. Deze. En die is er nu voorlopig kwijt. Ja. Nou, ik ga het zoeken, ja. Is ook zo. Nou, wij. Ja, dat is wel waar. Wacht even. Ik ga hem even naar boven hebben. Je gaat mee? Hij gaat heel erg langzaam de deur. Dat is normaal echt nooit zo, ik zweer het. Het zal toch wel goed gaan, hè? Oh kut, hun drukt hem aan. Oh shit. Er kwam net een vrouw aan. Die drukt dus op een knopje, dus ze gaat even naar beneden. En terwijl ik echt bleef wachten tot Elise kwam. En dan had ik hem eigenlijk gewoon kunnen laten zien terwijl ik dan op een knopje drukte. Maar Elise was er nog niet. Dus ik ging te vroeg weg. Het was echt een jammer genoeg. Waarom 18 plus op Joosje? Zit dan wel mijn naam? Dit is weggedaan. En ik ben weer een tijdje thuis. Ik heb al gegeten en al. We gaan straks even een video opnemen. Nog een video, ja. En dat is de Doritos Roulette Challenge. Die ga ik samen opnemen met twee stiefbroertjes en een stiefzusje. En ik ben nu even de camera aan het afstoffen. Ja, dat moet ik ook doen altijd. Elke zaterdag als ik hier ben. Dat is vrekkelijk kut, want er zegt helemaal niks aan. Ik heb nog wel even opnieuw even een fotolijstje even voor neergezet. Want het is gewoon wat foto's. En dan ga ik net afstoffen, denk ik. Als hun klaar zijn, de roulette challenge doen. We hebben net het ding gedaan, de challenge. Doritos roulette challenge. We zijn nu alweer in de opruimen. Je wil niet geloven hoe wij dit ding hadden, de camera hadden staan. We hadden het, al deze verschillende hadden wij hier neergezet. Mm-hmm. En dat is het idee van Elise, dankjewel. Nee, dat was mijn idee. Niet!
Mij niet. Oh ja, dat is echt zijn idee. Want hij begon met één wc-rol en zei heel veel wc-rol en probleem opgelost. Ja. En toen hebben we die opgestapeld en die hebben we dus hebben we gefilmd. En nu zijn we iets aan het opruimen. Omdat, omdat het echt moet weer. En het viel me echt best wel mee eigenlijk hier, want ik dacht dat het echt veel erger zou zijn, maar het viel echt erger. Ik wil dat nog langs lopen, ga je... Ik wou en... Oh ja, we gaan allebei. Leg je hem terug op mijn kamer? Wie gaat hem weg? Gaan we helemaal weg dan? Dat kan allemaal niet. Ja. Hij moet alles even weg toppen. Stofzuigen. Ja, ik heb niet. Wat jagen, Ben? Waar moet deze? Wat zei je? Waar moet deze? Wat zei je, Daniel? Jij hebt zoveel meer. Ja, maar er komt omdat het gewoon kan. Ja, maar waar moet deze? Nee, dat mag daar wel weer. Ja. Dus dan zie ik je vanavond nog eventjes. En dan was dit voor Jess. De challenge. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. Laat nog even een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En laat nog een reactie achter wat je van deze video vond. En een reactie voor een Q&A. En dan zie ik je gauw weer bij de volgende video. Yo.